oud was je toen je je eerste tattoo zette? Nou, mijn eerste tattoo was ik 17. 17 jaar. Toen had ik mijn hele onderarm gedaan. Dat was mijn allereerste. Ik had een beetje met mijn moeder over gesproken. Of ik het mocht eerst natuurlijk, want ik was jong, 17. Maar ik had dan wel een idee in mijn hoofd, zeg maar. Ik had dan een bal laten zetten, omdat het enige wat ik deed was voetbal. Verder deed ik niks anders. En er staat ook bij, voetbal is niet just a sport, is my life. Ja, wat ik al aangeef, zeg maar, ik deed niks anders. Mijn geluksnummer, nummer 17. En ja, zo begon het eigenlijk. Ja, ik heb het gevoel dat op mijn 17e gebeurde echt veel goede dingen, denk ik, in het voetbal. Ik maakte mijn debuut voor het Nederland onder 17, denk ik, zoiets. Ik teken mijn eerste profcontract. Ik mocht meedoen met eerst van NEC. Ja, ik heb me eigenlijk altijd vastgehouden aan nummer 17. Ja, eigenlijk heb ik dit in één keer gezet helemaal. En ja, eigenlijk voor de opvulling, want ik wou gelijk mijn hele onderarm vol. Want ik ben een beetje ongeduldig, zeg maar. Dus ja, heb ik gewoon sterretjes erbij laten zetten. Toen had je dus je onderarm vol. En toen? Toen heb ik deze laten zetten. Een hartje met de kroon en de naam van mijn nicht, Melissa. Die is, heb ik laten zetten omdat ze vermoord is op haar 19e. Ja, ze leefde in brand gestoken eigenlijk. En ja, ik was heel close met haar, dus vandaar dat ik dat eigenlijk heb laten zetten. Ja, ik was eigenlijk heel jong. Dus ja, je beseft het eigenlijk wel, maar ja, het was zo hectisch met de families. En ja, ik werd er ook wel een beetje buiten gehouden natuurlijk. Ik was heel jong. Maar ik wist wel dat ze nooit meer terug zou komen, zeg maar. Dus ja, dat deed me wel heel veel verdriet. Ja, dit draag ik altijd bij me, dus ja. Ja, ik heb ook aan de binnenkant. Dat is eigenlijk een hele tekst. En dat zat eigenlijk dan in combinatie met mijn nicht en met mijn oma, zeg maar. Het is eigenlijk gewoon een tekst van, ja, jullie zijn ver weg, maar toch heel dichtbij. En die heb ik ook bewust hier laten zitten, een beetje dicht bij mijn hart. Dus ja, deze deed wel het meest bij, moet ik zeggen. Ja, deze was echt doorbijten. En toen had je dus je hele arm vol, maar ik zie ook wat op je hand staan. Ja, dat is een leeuwenkop eigenlijk. Die heb ik laten zetten in Engeland. En ja, ik draag het altijd bij, zeg maar, dat het wel vanuit Leeds komt. Ook mijn eerste transfer, zeg maar. Maar het is niet echt, deze heeft niet per se echt een betekenis of dat ik altijd... Het is gewoon puur voor de mooiheid. Ja, dat zijn allemaal geboortedatums. Deze van mijn moeder, van mijn broer, vader en zusje. Dat heb ik zo helemaal rond de pols laten zetten. Ja, het is mijn gezin. Het is mijn alles eigenlijk. Dus ja, vond ik gewoon mooi om dat ook te laten zetten, zeg maar. Draag ik het ook altijd bij me. Niet dat ik een verjaardag vergeet of zo, maar nee, ja. Ik vond het gewoon mooi gebaar, dus vandaar dat ik dat heb laten zetten. Ja, ze hebben mij zeker ook geholpen dat waar ik nu ben. Altijd ondersteunen, meegaan overal naartoe. Adviezen geven. Er zijn als ik ze nodig had. Dus ik denk wel dat je dat nodig hebt ook.